Netherlands is preparing for new elections and the new prime minister might be... Ja, VVD-Kamerlid Dylan Jezielgus. If she wins, she'll be the first woman with a migration background as the Dutch prime minister. Mijn strijd is meer de wind door je haar. Dat vind ik een mooie. Maar als jullie het doen, doe ik graag een lok mee als dat mag. Wauw. Kijk. Als iemand van haar statuur zich kandidaat stelt, dan wordt ze het ook gewoon. En daarmee kan de VVD ook weer een wat rechtsere koers gaan varen. Rechtser dan die van Mark Rutte. Want zo staat die Jezielgus wel bekend. Kurdish Dylan Jezielgus Segerius fled Turkije with her mom and sister when she was around 7 years old through family reunification. Ik heb iets heel, heel persoonlijks meegenomen. Nee, dat is echt zo. Dit is een Louis Vuitton tas. Ja, dat zie ik. Maar dit is het enige ding wat ik heb in mijn huis wat van, echt van waarde is. Emotionele waarde voor mij. En dit is wat... mijn moeder mee had toen wij gingen vluchten. Die had ze van haar moeder gekregen, mijn oma, ja. Sarah, mijn tattoo. En mijn oma overleed vlak daarna. Dus alles wat wij hadden, waar we mee gingen vluchten, zat in deze tas. Dylan Jezielgus Segerius is currently Netherlands' outgoing minister of justice and security and part of the VVD, also known as the People's Party for Freedom and Democracy, which is a liberal right-wing party. The VVD is most popular in municipalities like Laren, Roosendaal and Wassenaar. But why does Dylan Jezielgus Segerius want to become the new prime minister? Omdat ik tot in mijn tenen gemotiveerd ben om ervoor te zorgen dat dit land nog mooier, nog vrijer, nog welvarender wordt. So she wants to make the Netherlands nog vrijer. But some of Jezielgus Segerius's policies seem to do the opposite. Last month, she banned displaying religious symbols as part of the police new dress code, effectively burying Muslim women who want to join the police but wear the hijab, as well as Orthodox Jewish men. The parliament fell a few weeks ago over a migration policy, and Jezielgus Segerius said, "Komt hier bijvoorbeeld met je kinderen, je vlucht. Jij zegt, maar de vader van die kinderen is daar nog, die heeft recht om hier naartoe te komen. Die vader komt. Die vader zegt, ik was inmiddels gescheiden, ik heb een nieuwe vrouw, een nieuw gezin. Ik wil dat die ook komen. Die komen. Die vrouw van die man zegt, maar mijn ouders zijn afhankelijk van mij voor hun zorg. Die mogen ook komen. En die komen. Dus dan kunnen er zomaar 10 komen van heel één? Heel veel. Dus het gaat over nareis op nareis op nareis. Maar is dit waar? Nou, het antwoord is nee. Dat is niet waar. En Vluchtelingenwerk weet dat, omdat wij zelf in alle opvanglocaties werken en vluchtelingen helpen bij het indienen van dit soort aanvragen. En wij zien dit bijna nooit gebeuren. Although Jezielgus Segerius came to the Netherlands through family reunification herself, it hasn't stopped her from taking a harsh stance against that type of migration. Now most politicians in the Netherlands like their life to be private, but Jezielgus Segerius loves the media and knows how to work it. From 2014 until 2017, Jezielgus Segerius was a board advisor for safety and care and spoke to the media 45 times. Dat voor een gemiddeld raadslid een redelijke topscore. En als gemeenteraadslid is het gast geweest bij alle landelijke programma's waar een gemiddeld Kamerlid een moord voor doet. She also received a nickname. Het Parool, de krant hier in Amsterdam, heeft me op een gegeven moment omschreven als een pitbull op hakken. Toen dacht ik, ja, daar zit wel ongeveer de kern in. Ik heb dus alles over gelezen. Ik heb Nexus Lexus leeggehaald. En er wordt eigenlijk nergens geschreven over wat ze nou gepresteerd heeft. Behalve die CIS-wet. Wij als media zijn daar kennelijk veel meer gefocust op. Komen we de huis binnen en weten we genoeg over de hondjes. Dan een gewoon serieus stuk over wat heeft ze nou eigenlijk. Wat is nou eigenlijk haar erfenis en met wat voor wapens gaat ze nou eigenlijk die kamer in. So, with her political track record, will Dylan Jezielgus Segerius actually deliver on her promise to make the Netherlands more free when she becomes the new prime minister? Or is that type of freedom reserved for some people only?